Die mannen die gingen daar op hun... Sorry, chocoladeboer. Ja, ga verder. Die mannen gingen op hun kleed zitten. Ook knielen, opstaan. Alle soort bewegingen. Het lijkt Goedemorgen Nederland wel. Ja, zo. Dikke Renault 12 voor ons. Nou, wordt die gewoon op straat gedeeld hoor, je ziet het. Hoe mensen is dat? Nou hoor. Oh, dit gaat weer helemaal fout. Hier begint wat gebied. Ja. Nou, pa. Dan kunnen de schoenen uit. Heerlijk warm water. Ja, lekker hè? Ja hoor. Ik ben bijna boven, maar het is best wel pittig voor je voeten, kan ik je vertellen. Die ondergrond is heel ruw. Ach nee joh, kijk dit. Dit is zo schattig. Oh ja. Zie je dat? Wat leuk. Oh, dit is echt. Mijn hart breekt nu al. Ja. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. We brengen weer even het zonnetje bij je en genieten lekker mee met onze avonturen. Vandaag beginnen we deze aflevering in de populaire badplaats Kusadashi. In het zomerseizoen een drukte van je welste met zonaanbidders, maar daar is nu totaal geen sprake van. Er is overal gezelligheid op straat van locals die hun dingetje doen en ook genieten van het lekkere weer. Ook in de oude stad is het rustig. Deze winkeliers nemen op hun gemakje de tijd om een spelletje te doen voor hun shop. Dit is de plek waar je de Old Town Bazaar vindt. En in het hoogseizoen wemelt het hier van de koopjesjagers die de vele namaakmerkartikelen willen scoren voor natuurlijk de beste prijs. Gunaiden TOB. Ja, goedemorgen. Dat betekent zoiets als goedemorgen. Meneer Theo. We zijn ontwaakt in Kusadashi. Daar zijn we 3 dagen geweest en dat is voor ons doen. De circus is weer in de stad. Ik ben met het ritueel bezig. Is dat veel geweest, maar we hebben enorm genoten van ons bezoek aan Kusadashi. Toch ja, ja, zeker. Het was, we zijn niet voor niet zo lang gebleven. Nee, we stonden natuurlijk midden in de stad. Ja. Het is best wel, ook al is het winter, best een gezellig stadje. Er gebeurt van alles, maar niet te veel. Nee. In de zomer gebeurt hier veel te veel natuurlijk. Ja, dat gebeurt, het is een soort Sodom en Gomorra volgens mij. Ja, hier. Maar het was echt precies een leuke sfeer. Alles, ja. Nou, niet alles is open. Hè? Bijvoorbeeld de Old Town Bazaar is niet volledig open. Dat was voor ons wel genoeg open hoor. We hebben kleden kunnen scoren. Kleedjes gekocht. Jij, dit. Deze. Ik deze. Ja, die en inderdaad. Een zonnebrilletje truitje. Heb ik nog. En een bodywarmer. En dat kostte bij elkaar €45. Dat is niet veel. Het is natuurlijk stiekem ook niet veel. Merk hoor. Dat weten, Lacoste. Ja. Dat weten veel vrienden natuurlijk ook wel. Die in Turkije zijn geweest op die bazaars. Maar het is gewoon hartstikke leuk. Koop geen parfum, want je spuit het op en het is al vervlogen voordat je het op je huid hebt. Maar ze weten het leuk te verkopen. En dat hele spel, ja, ik vind dat geweldig. Wauw. Hij heeft nog nooit zoiets moois. Nee. En op strand geweest. Ja, strand geweest. Strand geweest. Heerlijk. En gisteren hebben we toch een dagje extra genomen. Om gezien de weersverwachtingen. Denken, joh, we blijven hier. Het is zo'n gezellig stadje. Nou, het was gisteren lekker weer. Ja. Dus we dachten van, kijk, vandaag, je hoort een beetje de regen tikken op het dak. Waarschijnlijk is het wat minder. En we dachten, we gaan gewoon genieten, toch? Van Kusadashi. Ja, en toen kwamen we op het kerkpleintje, of het moskeepleintje. Op een stoeltje te zitten, op een bankje. En naast ons zat een meneer. Die sprak geen Engels, maar net een meneer, maar een vriendelijke meneer. Maar die sprak wel een beetje Duits. En... wat later bleek, of tenminste, wij vonden, hadden het mooi gevonden om die moskee te bezoeken, gewoon te bezoeken. Maar toen nodigde hij ons uit
En wat bleek later, dat het de imar was. Dus de man, de dominee, zeg maar, die voorgaat. Ja, de voorganger in de moskee. In de moskee. Ja, mijn pa zegt, we zaten op dat bankje. En ik was stiekem toch wel heel nieuwsgierig naar hoe zo'n dienst er aan toe gaat. Ik ben er voor mijn werk als kamerman 1 keer in de moskee geweest. Maar we hadden wel zoiets van, als je dan toch in Turkije bent en je hoort 5 keer per dag vanuit die minaret de oproep. Ja. Vind ik persoonlijk, daar ben ik toch wel in geïnteresseerd, hoe dat dan gaat, zo'n dienst. En waar het pa zegt, we zaten op dat bankje en die meneer naast ons bleek dus de imam te zijn. Was een super vriendelijke man. Heel vriendelijk. En die nam ons mee naar binnen en die ging, waar begrepen we, hij ging zingen. Nou, dat doet die man ook natuurlijk. En hij droeg mij over aan een andere man die wel een beetje Engels sprak. Maar ik spreek ook niet zo super goed Engels, maar ik begreep wel dat hij mij meenam naar die dienst. Dus die mensen, die mannen die gingen daar op hun... Sorry, chocoladeboer. Ja, ga verder. Die mannen gingen op hun kleed zitten. Ja. En, of staan eerst, op zijn rand. En precies op dat plekje wees hij mij aan, daar moet je gaan staan. Hij ging naast mij. Ja. Hij zegt, doe me, volg mij maar. Dus ik heb eigenlijk gedaan wat hij ook deed. Ook knielen, opstaan. Alle soort bewegingen. Het leek Goedemorgen Nederland wel. Je gymlessen kon je overslaan. Nee, dat was niet nodig. Ja, en ik vond het zo bijzonder om te zien. Pa die onderging dat. Ik heb dat gefilmd, hè, want ik vond het ook wel bijzonder om dat te laten zien. En ze vonden dat ook geen probleem. Helemaal niet. Daar filmden. Het was gewoon, het waren hele warme mensen. Ze gaven ons een hand. Welkom hier in de moskee. Ik vond dat heel aandoenlijk plaatje eigenlijk om paar daar naast die man die bewegingen te zien doen. En al die konten omhoog stonden ze op een rijtje. En pa, die had zijn nieuwe trui aan. Ja, we waren natuurlijk volledig niet voorbereid op dat wij naar een moskee zouden gaan. Dus pa stond echt als rood middelpunt daar in die rij zijn ochtendgymnastiek te doen. Ja. En er kwamen nog 2 kinderen binnen. Ja. 2 jonge mannetjes, hoor. Ja, hoor. Die namen dat heel serieus. Die gingen op de knieën en deden de ding. We waren 5 minuutjes binnen. Blootvoets. Ja, blootvoets inderdaad. En die... die gingen daar naar de dienst. Ja, maar toen de dienst begon, ik stond er netjes naast hem. En het had trouwens heel onbeleefd geweest om niet mee te doen. Maar dat zou ook bij ons in de kerk zo zijn, als je daar bij de ingang staat. Ja, want jij gaat af en toe nogal naar de kerk, hè? Ja, en dan is het ook zo, als daar iemand zou staan die belangstelling ervoor hebt, dan zeg je, ga maar mee, volg de dienst maar. Ja. Nou, dan volg jij ook de dienst, ga je ook staan. En dan ga je respectvol, doe je mee met de dienst. Zo hoort dat. Nou, dus... dat heb ik ook gedaan. En die man was zo vriendelijk, hield mij in de gaten of ik het goed deed. Ja. En het gaat perfect. En de afloop, toen hebben foto's genomen, daar hun opstaan. Maar die foto's zullen je wel zien, zeker. Ja. Dus het was eigenlijk een hele mooie belevenis voor ons. En we hebben ze heel erg bedankt. En aan het eind van de dienst, toen kreeg ik de kettingen. Dus daar met die kraaltjes... beweegt. Ja, een soort ritueeltje is dat. Ja, ritueel, puntje voor punt, kraaltje. We weten precies er ook nog niet van hoe het allemaal zit. Maar na afloop gaf hij die mij en die was cadeau, die was voor mij. Ja, dus daar ben ik eigenlijk wel heel trots op dat ik hem heb. Hij hangt aan de spiegel. Ja, uiteindelijk was dat een supermooie belevenis. Ja. Van de dag waar we eigenlijk helemaal niet zoveel van verwachten. En dat hebben we wel vaker, dat eigenlijk de niet geplande dingen... het meest bijzondere zijn. Ja. Wij zaten daar, ik zat op zo'n bankje, wij met z'n tweeën. En ik denk, ik spreek die man aan. En zo geschieden. Een heel verhaal. Dus heel bijzonder om dat meegemaakt te hebben. En ik vond het super. Ieder zijn ding qua geloof. Ik vind het wel mooi om daar toch iets van mee te krijgen. En, eigenlijk, we komen vaak op plekken. We zijn in een orthodoxe kerk geweest. En van allerlei dingen bezoeken we altijd. Ja. Ik vind, daar moet je ook voor openstaan. Dan pas kan je oordelen of dat het wel of niet iets voor je is. Maar een islamitische dienst zo... maken, dat is wel heel bijzonder. Ja, en we waren echt de enige locals. En het gaf gewoon... heel bijzonder gevoel. Dus zeer aardige mensen. Ja. Nou, wij pakken straks hier ons boeltje weer in na 3 dagen. Het voelt een beetje of dat we vastgeroest zitten. Wij als nomaden is dat best een lange tijd. Maar we hebben, wat ik zei, echt wel genoten. Even een rustpuntje in zo'n lange reis is ook wel belangrijk. Ja, ja. We gaan vandaag door naar een bijzondere plek. En daar vind je een natuurverschijnsel. En wat dat precies is, dat vertel ik je later wel. We gaan eerst even eten. Juist. Ja. De
vloggende bestemming die we gaan aandoen is Pamukkelen. Een ware toeristische trekpleister die ook zeker op mijn lijstje stond om te bezoeken. Ik heb op internet heel veel beelden gezien van dit natuurspectakel, dus ik kan niet wachten om dit in het echt te zien. We rijden 185 kilometer om er te komen. Zo, even helkje trekpaas. Dit is een serieus helkje. Zoe. Maar daar draait paas dan al niet voor om. In tegenstelling tot onze voorganger hebben we een dikke turbo die zijn werk doet. Dikke Renault 12 voor ons in de bocht. Toen de tijd was het een hele mooie auto, zeker zo'n DS uitvoeren. Ja. En die werd veel verkochter. Was hij helemaal het winkeltje als je dingen reed? De route die we vandaag rijden gaat dwars door landbouwgebied. En dat zie je meteen aan de vele trekkertjes die ook deelnemen op de weg. Vaak helemaal volgeladen met echt van alles en nog wat. Zeker in deze landbouwgebieden is de luchtkwaliteit vaak slecht en ze steken echt van alles in de fik en dat stinkt enorm. Ik zie hier allemaal auto's rijden van 50 jaar terug. Ja, je krijgt allemaal deze vuurmomenten. Ja, ja, van die raamschildjes hebt hij. Tofas. Ja. Die zie je hier heel veel rijden. Ja, Tofas, ja. Die werden dus geproduceerd hier in Turkije. Ja. Volgens mij tot begin 2000 of zo. Maar je ziet die auto's overal rijden. Die zijn dus inderdaad gewoon bijna 50 jaar oud. Ja, jonge gastjes erin, die bouwen hem helemaal uit met van die raamschildjes, dikke velgen. Ja, goedkope auto's nu. Ja, die dingen blijven waarschijnlijk doorrijden. Je kan overal onderdelen krijgen ervoor. Maar 50 jaar oud, net zo er ook in 1976. Ja, ja. Zo kwamen we dit topmodel tegen. Schitterend om te zien. En kijk eens wat deze knul zijn best heeft gedaan om zijn Tofas te pimpen. Maar liefst 4 uitlaten. Oh nee, schijnbedriegt. We rijden vandaag heel veel binnen door, maar echt door dat landbouwgebied. En dan weet je niet wat je ziet. Het is nu zondag, maar er zijn nog volop activiteiten overal. Mensen steken alles in de fik hier. Dat mag bij ons al. Dat zijn 30 jaar op meer. Nee. Alles gaat de lucht in. Nee. En er is heel veel smok ook in de omgeving. Ja. Oude trekkertjes, er zitten dan van die oude Turkse vrouwtjes met een hoofddoekje. Achterstevoren. In de kar. Ja, het is een andere wereld, hè? Het is zo'n andere wereld. Ik kan daar zo van genieten. Ja. Ja. Voordat je binnen doorrijdt. Ja, dan zie je nog eens wat. Kijk, je kan niet alleen maar binnen doorrijden, want dan zijn we er over 4 jaar nog niet. Nee, maar vandaag komt het goed uit. Zo'n dag als vandaag, dat je een beetje als toch het slechte weer is, gewoon zitten en kijken, genieten. Ja. En ook uitkijken, want ze komen alle kanten aan je voorbij. Ja. Daar zien we Pamukkelen liggen, al rijdend op de splinternieuwe tolweg die we praktisch voor onszelf hebben. We rijden Pamukkale in en het is net als dat je een wintersportgebied inrijdt. Ja. Ook een toeristisch gebied, kijk maar. Ze prijzen hier van alles aan. Overal taxis. Nou, vandaag zal het geen storm lopen met toeristen, hoewel ik zie daar boven toch al redelijk wat mensen. Het ziet er eigenlijk best wel smerig uit nu. Ja. Of dat het is gaan dooien in het berggebied. We hebben een mooi gratis plekje gevonden in het dorp. En de volgende morgen worden we wakker in dit sprookjesachtige landschap. Met een prachtig schouwspel in de lucht. En nee, het heeft niet gesneeuwd.
gaan het gebied verkennen, maar we moeten eerst even keihard zaken doen. Nou wordt hier gewoon op straat gedeeld hoor, je ziet het. How much is that? How much? 30 lira. Yes, Ryan, 30 lira. 30 lira, van Hoekale. 30 lira. From Holland. Holland. Ja. Holland. Heeft hij? Holland. Rotterdam. Oh, Rotterdam. 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 €1, $1. Dat vind ik mooi. Zo klein mogelijk. Zo klein mogelijk. Ja. Ja. Ik heb net alweer te veel betaald voor dat is een grote fles wel. Persinesappels. We hebben een man en vrouw samen uit te persen. Heel aandoenlijk, heel aardig, heel leuk. En uiteindelijk. Voor het ontbijt, je was even weg. Voor het ontbijt. Ja. Ik denk, want jij zei je een vitamineboost moet hebben. Dus ja. Nou, helemaal voor elkaar. De klus is zwart geklaard. Kijk. Nou, prima hoor. Ik ben benieuwd wat dat dan gaat kosten. Schitterend. En het was zo fris. Ja. En terwijl ik afreken, en ik denk, nou ja. Ik had brood gehaald, dat was €3 aan een zak voor brood. Ja. En nou uiteindelijk moest ik €12 betalen, ongerekend, voor een fles Suderans. En nu pakt hij weer zijn portemonnee. Dat is Hendrik. Ja, dat is wel hartstikke mooi. Welke wil je hebben? Nou, ik hoef eigenlijk niks te hebben, maar ik vind die met die luchtballonnen erop vind ik wel leuk. Met die luchtballon, met die airballons. Maar ja, ik heb zo vreselijk gelachen, want hij kwam met een hele berekening terug dat er 8 glazen uit die fles Suderans konden. Dat had die man hem volgeschoteld. Die denkt natuurlijk ook, ik vraag €12 voor een fles Suderans, dan moet ik wel even een goede berekening op loslaten. Kijk, glas 15. Ja. Yes. Oké, hier komt het Holland. Dus pa, die was helemaal onder de indruk van die berekening. Ja, heel... Wat? Oh, dit gaat weer helemaal fout. Hij laat zich weer, je weet wel wat. Oftewel, we hebben een fles Suderans van €12. Nou, volgens mij betaal je dat in de code zuur nog niet eens. Dus hij moet nog een beetje leren te onderhandelen. Ik heb... Hoeveel is het geworden? Ja, nee. Ik wil afdingen, maar dat gaat niet. Hoezo niet? Je kan... Jij zegt dat ik het verkeerd doe. Doe jij dat maar. Kijk, ik zeg 20 lira voor deze. 20 lira voor deze? Ja, voor die kleine. Ja, maar dat is wel een nette... Kleine? Ja. 1 euro? 30 lira. 30 lira. Ja, maar dit vind ik wel een goede prijs. Kijk, dit is wat anders dan 12 dingen. Nee, maar dit vind ik een nette prijs. Dit is wat anders dan €12 voor een flesje drank. Die moet je hebben, die. Yes, 30 lira. Ja, 30 lira. Ja. Ja. Yes, 30 lira. 260 lira. Kijk, dit is het briefje. Koos het voor... Hey, hoor je dat, pa? Nee, hey, pa. Hoor je dat? Ja. 2 voor 60 en 1 voor 30. Ja. Nou, dan krijg je geen korting als je meer koopt. Nee, helemaal niks. Maar dit is dus de berekening die de man van de Suderans... Dit is de persie. Ja. Ja. Het is... Dit is van mij. Nou, kijk eens hoe gelukkig je kijkt. Ja. Kijk. Hartstikke bedankt. Wat wil je ermee doen? Nee, helemaal niks. Het zadoek, ik heb zo... Mijn zadoek is nog groter. Ja, precies. Kijk maar. Nou, dat is toch hartstikke mooie zakdoek. Nou, iedereen blij, hè? Hier bij de kraam. Nou. Maar ze is er nog niet klaar. Mensen pakt andere lappen erbij. We gaan er snel vandoor. Nou, thank you. Thank you. Ja. Bye bye. Bye. Ja. Have a good day. Jullie denken misschien van, waar zijn Kees en Theo nu weer? In de Alpen of zo? Nou, het lijkt er wel op, hè? Nee, daar lijkt het inderdaad wel op. Ja? Maar nee, wij zijn in... Pamukkelen, of Pamukkalen, geen idee hoe je precies uitspreekt. Ja. Zijn de meningen nogal over verdeeld? Gaat het ook niet over. Maar we zijn bij een toeristische hotspot en dat is niet voor niets. Want kijk eens achter ons. Je denkt vast, dat is een berg sneeuw. Nee, het is eigenlijk een berg kalk. Ja, want wat is het geval hier op dit UNESCO werelderfgoed terrein? Pa heeft zich trouwens vanmorgen met scheren even gesneden. Die heeft een nieuw scherenmesje. Ja, ik heb een mesje al. Zit wat bloed, moet even weggaan. Nou, gaat er zelf wel af vandaag. Ja, maar dit is een uniek terrein, want je hebt hier dus warm water, wat nogal kalkhoudend is. En dat gaat hier via terrassen, kalkterrassen, druipt het zo de berg af. Nou, in de loop van de jaren is dit zo hier ontstaan. Het lijkt een beetje op een soort... waterval. Een bevroren waterval. Ja, gisteren kwamen zie je, we hier. De vrouw die vindt het ook. Ja, die vond dat ik gelijk had. Hey, ja? Gisteren kwamen we hier aan in de regen. Ja. En toen leek het echt net of dat in de Alpen was. Heb je het ook wel eens een enkele keer dat het een dagje regent. Daar was beneden komt. Zo'n smerige berg. Ja. Dat je denkt, geen zin om te skiën vandaag. Ja. Nou, zo ziet het er ook uit. Maar we hebben geluk, want wat pa zei, gisteren was het pokkenweer. En vandaag komt het zonnetje er doorheen.
En dat zorgt ervoor dat dit gebied mooi tot zijn recht komt. Met een wat blauwe lucht dat afsteekt tegen dat witte wat je hier achter ons ziet. Nou, we gaan het beleven. We kopen 2 tickets om toegang te krijgen tot dit UNESCO werelderfgoedterrein. Sorry. Dus het gaat... Oh. Ja, ik kan er doorheen nu. Ja hoor. Thank you. Ja. We hebben voor €12 2 tickets gekocht en ja, extra sokken. Dan denk je, waarom? Nou, als je daar dus dat witte op gaat, wat je daar verderop ziet, moet je je schoenen uit. Ja. Want in de loop van de jaren hebben de toeristen alles kapot getrapt. En dat zijn heel veel toeristen, want dat is echt een hotspot hier in Turkije. Ja, nu. Nu valt het mee. Ja. Tuurlijk, er zijn mensen, maar ik heb beelden op YouTube gezien in de zomer. Nou, het is echt niet te doen. Hier begint wat gebied. Ja. Nou, pa. Dan kunnen de schoenen uit. Nou, volgens mij moet je gewoon op je blote voeten gaan, pa. Ja? Ja, anders het wordt super nat. Dit gaat een hele rare gewaarwording worden. Jaarlijks reizen zo'n 2 miljoen toeristen af naar deze bijzondere plek. Papa? Nou, daar gaan we dan. Oké. Okay. Oh, het is niet glad. Gaat het? Ja. Ja. Maar omdat het water daarboven zo rond de 38 graden is, zuipelt dat naar beneden, dan koelt het wel wat af. Maar is het helemaal niet koud? Nee. Het is eigenlijk hartstikke lekker. Het ziet er heel koud uit. Oh, lekker. Het is echt gewoon lekker. Heerlijk. Lekker, hè? Ja, het is gewoon het is een soort wellnesservaring. Ja, en je hoeft ook niet meer te wassen. In het Turks betekent Pamukkale trouwens kasteel van katoen. Nou ja, als je dit ziet dan begrijp je dat wel een beetje. Dat warme kalkhoudende water stroomt hier dus al eeuwenlang die helling af. Ja, en dan krijg je dus dit. Het doet eigenlijk best wel een beetje pijn aan je voeten. Het is best wel ruw. Oh kijk, hier is het weer zachter. Ja, zie dit dan. Hier. Nou, we hebben geluk. Want het kan ook gebeuren dat er bijna geen water staat hier in die terrassen. Nu dus wel. En die kleur die wordt azuurblauw. Ik weet niet of dat het een beetje overkomt. Maar ik heb ook filmpjes op YouTube gezien van mensen die hier kwamen en dat er helemaal geen water was. Nee. Maar hoe is dat? Het is heerlijk warm water. Wat zei je? Het is heerlijk warm water. Ja, lekker hè? Ja hoor. Ik ga het ook even uitproberen, maar het stoom komt er dus vanaf. Een hele rare gewaarwording. Maar met dat zonnetje erbij zo, echt een aangenaam gevoel. Ja, maar het is niet lekker aan je voeten of zo te lang te lopen hoor. Nee, het is vrij hard voelt het. Nou, ik hoef niet helemaal naar boven toe daar. Ja, maar ik ga wel naar boven. Ja, ga je helemaal naar boven? Ja, natuurlijk. En je moet je broekspijpen meer omhoog doen hoor. Ja, waar zou het warme water vandaan komen? Veel hoger nog. Ja, dat komt helemaal daarboven. Ik heb geen idee hoe dit Nee, gaat. Nee. Daar stoomt het. Ja, het stoomt overal een beetje. Het is gewoon een natuurlijke bron, een warm waterbron. Met heel veel kalk erin. Ja. Zijn wij toch weer bevoorrecht dat we zulke gave plekken kunnen bezoeken. Nou, ik ben bijna boven, maar het is best wel pittig voor je voeten, kan ik je vertellen. Die ondergrond is heel ruw, soms ook scherp. Nou, er zijn heel veel mensen die hier natuurlijk Instagrammable foto's maken. Met gevaar voor eigen leven. Why? Hij denkt dat hij Spiderman is waarschijnlijk. Het ziet er ook een beetje uit als een soort van reuze bloemkolen. Ja, of is dat mijn fantasie die op hol slaat? En eenmaal boven valt er nog meer te zien. En dan kan je gelukkig ook wel weer je schoenen aantrekken. Dan zitten sommigen daar helemaal niet op te wachten. Die vinden het allemaal prima hier. Op de blote poten. Even lekker chillen. Je kan het gebied op verschillende manieren beleven. Zo kan je ook een paraglide vlucht maken. Lijkt mij ook heel gaaf om te doen. Heb ik trouwens wel een keer in Oostenrijk gedaan voor mijn werk. Dat is een leuke beleving.
Voor hier slaan we het even over, want dat kost waarschijnlijk ook weer redelijk wat centen. We willen natuurlijk een ballonvaart gaan maken in Cappadocië. Mijn pa gaat er ook mee en dat kost volgens mij wel een paar honderd euro. Ja, en dan al met al is het natuurlijk best wel een dure reis. Dus moeten we toch wel even een beetje op de centen letten. En je kan je niet overal zulke soort dingen doen. Aan het einde van de tweede eeuw voor Christus bouwde de dynastie van Attalus, de koningen van Pergamon, de thermische spa van Hydropodes. De ruïnes van deze baden zijn nog steeds te zien. Hetzelfde geldt voor de tempels en andere Griekse monumenten die je hier op de heuvel vindt. Twee hele bijzondere highlights bij elkaar dus. Ik ga mijn pa maar weer eens even opzoeken. Zo, daar zijn we weer. Nou, hier ben ik al een tijdje weg geweest. Ja, een uurtje of twee denk ik. Ja. Ik voel mijn spieren wel. Ja. En ik heb eelt gekweekt. Ik heb al zitten kijken voor een terugvlucht als hier, maar dat is er niet. Dus ik denk, ja, ik moet wat. We worden opgeroepen, hoor je dat? Ja, we staan, ja, vanochtend ook, hè? Ja. Om 7 uur. Ja, ja, je raakt er op een gegeven moment wel aan gewend. Jawel, dus hoor. Inderdaad, hoor je gek. Nou, vind... Maar dit was wel een super ervaring. Het was heel ja, leuk. Dat geloof ik. Maar voor mij is dat niet alles geweest. Het was voor jou een beetje pittig, ja. Ja, dat denk ik ook. Ja, maar het was net een paradijs boven, pa. Ja? Ja. Weet je niet hoe dat is? Weet je niet? Hoe het paradijs boven is. Gelukkig hebben we de beelden nog. Ja. Gaan we vanavond samen even op de laptop kijken. Ja. Waar gaan we nu heen ook alweer? Ja, naar een meer. Een groot meer. 100 kilometer hier vandaan. Oh, dat zoutmeer, ja. Dat is ook wel heel bijzonder. Ja. Niet dat er zout in het meer zit, maar het lijkt een zoutmeer. Ja. Nou, het jasje kan weer uit. En daar overnachten we dan wel. Ja. Alweer zo'n bijzondere plek waar we nu naartoe rijden. Salda Golu. Een redelijk afgelegen plek waar we 122 kilometer voor gaan rijden. Maar dat schijnt zeker de moeite waard te zijn. Het wordt gezegd dat het echt een paradijsje is en het wordt vaak vergeleken met de Malediven. Nou, kom maar door zou ik zeggen. Om deze plek te bereiken rijden we door prachtige gebergtes en valleien. We rijden weer door afgelegen dorpjes waar de tijd echt is stil blijven staan. We zijn aangekomen bij het kratermeer dat zo'n 2 miljoen jaar geleden is ontstaan. Het staat bekend om zijn opvallend turquoise water en witte zandstranden. Het water heeft een hoog mineraalgehalte, waardoor het deze prachtige kleur krijgt. Ik weet niet waar wij nu weer beland zijn. Maar het is een soort ghost camping. Of wat is dit, joh? Recreatiegebied, maar er is echt helemaal niemand. Maar wel een prima plek om de nacht door te brengen, volgens mij, pa. Ja, vind ik ook. Toch? Het was even zoeken, want we hebben het halve meer rondgereden, maar nergens plekken om te kunnen parkeren. Het is bijna knap hoe ze de best hebben gedaan om dat onbegaanbaar te maken. Ja. Maar hier ziet het er naar uit. Wij laten ons zomer niet vangen, hè? Nee, wij zijn niet voor één gat te vangen. En een zwerfhond, wat wil je nog meer? Er komt nog een paar. Er komt een hele legioen honden aan. Niet weer. Oh. Nou ja, ik hoop dat ze vriendelijk zijn. Ach nee joh, kijk dit. Dit is zo schattig. Je weet echt niet wat je ziet, pa. Oh ja. Zie je dat? Oh, wat leuk. Oh, dit is echt. Oh. Nou, is maar goed dat we genoeg eten hebben meegenomen. Want deze gaan we eens even voeden. Ja, ja, ja. Er is er een manke bij. Mijn hart breekt nu al. Ja. Ja, we wisten dat we dit een keer gingen meemaken. Kijk dan joh, moederhond erbij, of vader, nee dit is vader.
Nou, die hebben best wel, ik laat me zo zeggen, honger. Ik weet niet hoe zij hier aan het eten komen. Ja, in dorpjes en steden lukt dat vaak wel natuurlijk. Maar ja, we zitten nu echt in the middle of nowhere. En deze zijn nog niet zo heel erg lang geleden geboren. Dus die zijn heel blij dat wij hier zijn gestrand. Dat heeft gewoon zo moeten zijn, denk ik. Hey. Hi. Ja, jij bent zo klein, hè, jij? Ja. Jij ook, hè? Ja. Ze hebben echt honger, hoor. Kijk, joh. Ja. Chico vindt het maar heel erg raar. Trixie ook. Die hebben stiekem zelf ook wel zin in een snoepie. Eens even kijken. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 honden hier in dit shot. Het kwijt loopt uit zijn bek. Maar wat me opvalt is dat het zo'n vriendelijke hond is dit ook. Hè? Ja. Ze zijn allemaal zo lief. Oh, stop. De kleintje nog eten geven. Kijk. En ik ben blij dat we dit plekje hebben gevonden. Want we hebben deze hele familie blij gemaakt. Oh, schitterend. Maar dit is een hoe prachtig beest dit is. Ja, een lief beest, ja. Lief, hè? Dit is het, de vader. Ja. Dit is moeder. Ja, die heeft de tepeltjes. Ja, dat is goed te zien. Dus ja, want ik vind het een beetje... Nou, je kan wel merken dat ze al een tijd geen... Nee, die kleintjes zijn best wel pittig, hoor, die puppies. Ja, maar, het zijn leuke beestjes. Ik denk dat wij nog wel wat van onze buren gaan horen vanavond en morgenavond. Ik denk het ook. Het is wel echt super schat. Kijk, ze staan. Schitterend toch? Dat is allemaal mee naar huis. Nou, allemaal. Hè. Ze zijn mooi ook, ze zijn mooi en schattig. Ja. En jij zit in die oude. Wat, hè? Ja. Ah, het zijn best grote honden. Nou. Dus. Oh, wat een lieve beestjes. Nou, het is echt niet te doen, dit. Je hart breekt als je dit ziet. Ik denk dat er thuis heel veel mensen met tranen in de ogen zitten. Ja. En ja, wat valt hier aan te doen? Nou, niet veel. Ja, maar niet Kees, meenemen naar Nederland. Zien ze er ongezond uit dan? Nou, ze zien er niet slecht uit. Nee. En eigenlijk valt ons op dat overal in Turkije onderweg ook dat we honden tegenkomen die er niet slecht uitzien. Nee. In de dorpssteden worden ze vaak gevoerd. Staan er hondenhokken. Mensen zorgen best wel goed voor de honden. En ze worden dan ook gelabeld. Hè? Ze krijgen een label in de oor. Deze nog niet. Die zijn waarschijnlijk nog helemaal niet ontdekt door mensen. Ja, Kees, maar wat mij opvalt. Trixie. Hey. Trixie zit gewoon binnen, hè? Trixie zit binnen, ja. Het wordt een beetje spannend. Even, kijk, even Trixie. Durf je het niet aan. Anders ontsnap je altijd. Maar nou durf je het niet aan, zeker. Ja. Ja. Hè? Deze wil wel heel graag. Oh, je bent zo'n brave hond. Je bent een grote lieve beer, ben jij. Hè? Je bent een grote lieve beer. Ja. Even normaal tegen elkaar. Ik moet hier ook nog als een soort van opvoeder optreden. Ja, even ruzie met elkaar. Die kregen ruzie. Nou ja, ik had ook wel eens ruzie met mijn broer thuis. Ja. Dan sprong jij er ook altijd tussen. Ja. We hebben een zak voer bij ons. Dus ik zal even wat schaaltjes vullen. Met wat betere voeding dan de snoepjes. Even zo. Zo, nou die hebben trek, joh, moet je kijken. In de volgende vlog zie je meer van dit bijzondere meer. En dan zie je ook dat we onze route moeten aanpassen omdat ik naar het ziekenhuis moet. Omdat ik me zorgen maak over iets wat ik heb ontdekt. En bezoeken we een hotspot aan de Turkse Riviera, Antalya. En gaan we het schip in om de prachtige kust vanaf het water te bekijken. En dat was echt super mooi. In de volgende vlog zie je ook dat er nogal pikante dingen gebeurden naast onze camper. En daar waren we even van verslag. Ik kreeg er rode oortjes van. Ja, ja. Dat heb je niet zo gauw als je 75 bent, hoor. Nee. Ik zie jou kijken naar thuis van dat wil ik zien. Hè? Ja, zeker. Ja. Heel bijzonder. Ja, nou, nog even wachten. Volgende week zondagmorgen om 10 uur zijn we weer bij met nieuwe avonturen. Ja, en wat pikante beelden. Ja, maar ja, dat, ja toch, ga ik het toch ga ik het uitzenden. Ja. Ja, zeker. Nou, gaat dat zien. Ja. Vond je deze video leuk? Gooi even dat duimpje omhoog. Heel veel mensen doen dat. Dat maakt me erg blij. Druk dan ook dat belletje. Hè? Want dan hoor je precies wanneer Kees, Theo, Chico en Trixie. Wanneer we er zijn. Wanneer we er zijn. Wanneer dan melden we ons weer. Nou, abonneer nog op het kanaal. Het is gratis. Hè? Dat is ook het is geen reden om het niet te doen. Ja. Dus, nou, we gaan afsluiten. Bedankt weer dat je keek. En tot de volgende bestemming. Yo, hoi.